Oh, ik... Op de onderen! Ik heb ruzie met Joanne. Nou ja, toen ik zei dat ik Rick geloofde, dat zei ik eigenlijk alleen zodat er geen ruzie meer zou zijn. Wat? Ja, ik heb hier geen zin meer in. Jij blijkt mijn zin om met iedereen ruzie te maken. Ik houd het maar kort. Ik zag me weer terugstieren. Kan ik een keertje van een ander aannemen? Ja, als ze achterkomen, dan hang je. Dan zijn ze al lang gepakt, hoor. Ja, als ik jou was, zou ik me gewoon nemen. Dit staat echt alles. Ik weet het nog. Je zit ook af en toe hier logeren. Ja. Joanne, ik wil het nu toch even over Rick hebben. We hebben het hier over gehad, Mike. Ja, maar Joanne, ik... Stop! Mijn ouders zijn allemaal thuis, maar ik zit nog liever daar als hier. Nou, dan ga je tegen mijn ouders zeggen dat je hier niet meer blijft logeren. Correctie, het zijn onze ouders en ik kan nu niet zeggen, want ze werken. Nou, ik ben blij dat mijn fiets kapot is, hoef ik niet samen met jou naar school te fietsen. Hoe wil je naar school komen dan? Met de bus natuurlijk. Hoezo is Mike niet met de fiets? Zijn fiets is kapot. Hoe komt hij dan naar school toe? Met de bus. Welke lijn? Lijn 3 of zo. Oh, niks. Ik wil best wel graag Grieks leren. Dan moet je naar het gymnasium. Dan kan ik in het Grieks schelden. Rosittakama. Lalo kritika voor de boel. Hé, ik wil mijn S1 nog inhalen. Oh, succes even. Zie ja. Daar gaat er aan. Wat? Wat valt het te watten? Rick. Hij zei... Begin nou weer over Rick Dagmaai. Oké. Denk je ook wat ik denk? Shoppen!
niks doen. Ik ben nu echt al toe aan het drinken. Ja, ik ben echt moe. Kijk, daar zit Nina weer. We zitten nou eigenlijk tussen jou en mij. Oh, hou op. Hoezo? Nee, hij doet gewoon zo raar sinds het gek op school zit. Hij zegt de hele tijd dat hij drugs deelt en zo, maar ik geloof hem niks voor. Nee, jij neemt alles van me. Joanne, dat is verloren. Hou op. Ja, oké, sorry. Nu even serieus. Ik denk eigenlijk wel dat Mike gelijk heeft. Zeg, aan welke kant sta je eigenlijk? Aan niemand kant. Maar als hij erger eventueel, dan weet hij toch echt wel zeker. Mike is gewoon een sukkel. Ik heb het altijd al gevonden toen hij me pestte en toen we nog niet eens wisten dat broer en zus waren. Hij was altijd al een eikel. Eerst was hij nog wel aardig, maar nu echt niet meer. Mike is echt wel aardig. Je moet hem een keertje alles laten uitleggen. Ik kan je horen wat hij ervan vindt. Jullie hebben hem toch samen zien dealen? Het was een pakketje mol. Ja, dat zegt hij. Hoi. Hey. Waarom bel je? Nou, ik dacht, je hebt eigenlijk wel gelijk. Waarover? Mike, misschien moet ik hem de kans geven om uit te leggen wat hij bedoelt en zo. Joanne, ben je ziek? Ik ga eigenlijk een mail. Nee, waarom zou dat raar zijn? Ik weet niet. Ik ga hem bellen, oké? Doei. Dan ga ik wel naar hem toe.
smile.